Hé, hey, kijk even met me mee. Naar deze grafiek. Een explosief lijntje. En voor de verandering een keer. Geen stikstof, inflatie, huizenprijzen. En nee, ook niet onze abonnees. Maar wel het aantal internationale studenten hier in Nederland. Van 2005 tot nu. En of je nou studeert of niet, dit gaat jou misschien ook wel aan. In het afgelopen studiejaar stonden er 115.000 internationale studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. En dat zijn er 3,5 keer zoveel als in 2005. Maar het is toch nice? Ander netwerk, andere cultuur, vrienden voor het leven. Of toch niet? Kom niet meer in Amsterdam Universiteiten studeren. Universiteiten luiden de noodklok. Buitenlandse studenten die geen onderdak kunnen vinden. De populariteit van Nederland is ongekend, maar dat succes heeft een keerzijde. Studentensteden en universiteiten kunnen de grote aantallen studenten niet meer aan. Dit is het internationale studentenprobleem uitgelegd. Dit zijn alle internationals. Je hebt hbo'ers, maar vooral ook wo'ers. Zo'n 35.000 studenten komen hier om aan het hbo te studeren. En zo'n 80.000 komen naar de universiteit. Dus kennelijk is het hier aantrekkelijk. Bijna 15% van alle studenten in studiejaar 2021-22 kwam uit het buitenland. En vooral op de Unie zit de groei de laatste jaren. Daar komt bijna een kwart van de studenten niet uit Nederland. Maar waarom komen ze allemaal hier naartoe? Ik bedoel, het is hier leuk, maar zo leuk. Zit hem in een paar dingen. Allereerst, het onderwijs is hier gewoon heel goed. Zo doen we het lekker op internationale ranglijsten, zoals deze gerenommeerde Shanghai Ranking, met de beste unies erop. En deze namen, ja, die ken je denk ik wel. Top of the bill, Amerikaanse universiteiten zoals Harvard en Stanford. Of het Britse Oxford. In de top 100 staan maar liefst 3 Nederlandse universiteiten. En in de top 200 staan er 9. Dat is lang niet gek toch? Helemaal als je bedenkt dat er minstens 25.000 unies op de wereld zijn. Geen rommel dus, hier in Nederland. Reden 2. Our English is pretty good. Ik hoor niet wat je zei. Dus I can no answer for you als je not that clear English speak. Ja, maar ons onderwijs, literatuur, de colleges zijn heel vaak in het Engels. All of my friends are international, so I feel like UvA is geared a lot towards international students. Most of the courses are in English. Echt voornamelijk alleen maar internationale studenten. Op de universiteiten is 23% van de bacheloropleidingen in het Engels en 74% van de masters. Dat doen opleidingen bewust, onder meer zodat Nederland in de internationale academische wereld op hoog niveau mee kan blijven doen. En dat is handig voor internationale studenten. Want in landen zoals Italië of Spanje is de voertaal meestal Italiaans of Spaans. En in dat geval moet je dus als international eerst nog een taal leren voordat jij een studie kan beginnen. Dan, nog een reden. Studeren in Nederland is relatief betaalbaar, helemaal als je het vergelijkt met de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Dus goed onderwijs in het Engels voor een prikkie. Bovendien, jarenlang werd je door Nederlandse universiteiten met open armen ontvangen. Want de gedachte was, hoe wereldsoort onderwijs, hoe beter dat is voor het wetenschappelijke klimaat en dus ook beter voor de reputatie van Nederland als Nederland, kennisland. We will do everything we can to make your study abroad the experience of a lifetime. And we're very excited for you to try one of these delicious stroop waffles when you come to Maastricht. Maar niet alleen dat. Het is namelijk ook gewoon klandizie voor de Nederlandse onderwijsinstellingen. Zit zo. De grootte van een universiteit, hoeveel studenten er dus studeren, is één van de factoren die bepaalt hoeveel budget de universiteit ontvangt vanuit het ministerie. Dat verdeelt een potje onder de 14 Nederlandse universiteiten. Hoe groter de universiteit, hoe meer geld daaruit. Als de Nederlandse studenten op een gegeven moment op zijn, heb je nog dat hele grote buitenland. Met de studenten die geld opleveren. En als jij je daar als Unie niet op focust, maar andere universiteiten wel, krijgen zij meer geld en jij niet. Dus groeien zij en krimp jij. En dat wil je niet als onderwijsinstelling. Tenminste, dat wilden veel hogescholen en unies niet. Maar daar denken ze nu wat anders over. Want het piept en het kraakt. Opleidingen barsten uit hun voegen, de collegezalen zijn veel te vol en de werkdruk voor docenten is hoog. Kortom, de kwaliteit van het onderwijs leidt eronder. En opleidingen zeggen nu dat ze te weinig zelf kunnen om dat bij te sturen. Steeds weer opnieuw in Den Haag bij het ministerie gevraagd. Geef ons sturingsinstrumenten. Kom ik zo op terug. En er is nog een reden dat we die grote aantallen internationals eigenlijk niet aankunnen.
woningtekort. Nederlandse studenten kunnen al amper een kamer vinden. En dat wordt alleen maar erger. Nu is er al een tekort van 26.500 studentenwoningen. En in studiejaar 2024-25 wordt verwacht dat dat oploopt tot 50.000. Er valt bijna niet tegenop te bouwen. Toeleveranciers, materialen die moeilijk beschikbaar zijn, personeel. Maar ook de vergunningprocedure die toch langer geduurd heeft dan wij in eerste instantie hadden ingeschat. Waardoor je wat later kunt starten met je bouw. Maar as we speak, dat is Engels voor op dit moment, zitten overal in Europa studenten met de handen in het haar. Want ze hebben zich ingeschreven bij een opleiding in Nederland. Maar wisten niet dat hier eigenlijk helemaal geen plek was om te wonen. Zoals bijvoorbeeld Alexandra uit Duitsland. Dat is Duits voor uit Duitsland. Die heeft zich ingeschreven voor een opleiding komend semester in Amsterdam. I'm in Holland today to look at two apartments. I decided to come to the Netherlands first of all because it was more affordable, but I'm mostly here for the academic aspect. I'm really nervous and intimidated and also frustrated a bit. I know that the housing situation is terrible for everyone, but as an international student, you get your confirmation that you can come here, that you can study here, that you can achieve your academic dreams really. This is like actually over my budget, but because it was the only option that I had, I still came for the viewing. I applied for a lot. I don't even know the number. I applied between 5 and 12 every day for the last 3 weeks. So at first we just need an apply form, and then the best 4 we choose to give to the owner, and then the owner chooses who he thinks is the best candidate for his apartment. There might actually be the huge possibility that I cannot start my studies. I'm just really, really nervous and anxious, to be honest, that I cannot, yeah, fulfill my academic career and academic dreams that I had. Zoals Alexandra zijn er nog veel meer. Hele Facebookgroepen, maar ook onze DM's stonden aan oproep helemaal vol met berichten van wanhopige internationale studenten. Er is zelfs een noodnummer en misschien komt er wel weer een noodopvang zoals eerder in Groningen. Sommige studenten zijn zo wanhopig dat ze te snel toehappen. Buitenlandse studenten worden ook aanzienlijk makkelijker opgelicht. Betalen voor kamers die niet blijken te bestaan of wurgcontracten. En ja, ik hoor jou ook denken, niemand kan in Nederland een kamer vinden. Dus ja, dit alles leidt ertoe dat nu de noodklok wordt geluid en meerdere universiteiten dit soort mails sturen. Kom komend semester niet naar Nederland als je nog geen kamer hebt gevonden nu. Maar stel je voor, je hebt al je ticket geboekt, je vakken gekozen, je thuis nergens ingeschreven en geen plannen voor een tussenjaar. Dan moet je bijna wel. Laat staan, als je hier al jaren studeert, dan wil je het ook afmaken. Zoals de Roemeense Stefan. Hello and welcome. This is my room. I've been living here for the past, I think, 9 months, something like that. The first place that I ever lived is this one right here. I went to emergency housing and lived there for like a few months. I think in total it should be around 6, maybe 7. That's over a span of 2 years. Right now I will be going to a friend's place where I will live for about 2 weeks. If I don't find a place after that is done, I have another place to go to, which is next to Stadspark, and I still need to figure that out. Is that a small thing, not having a place to stay? I think yesterday I had a big anxiety attack and I just had to kind of run around and cry for a little bit to just get it off. Just get off all of that energy. So yeah. The option of giving up on the studies is not really an option, because I've already invested 3 years and I'm not going to give up on them now, and I'm not going to get anything if I give up. So I must, the show must go on. En voor ik aan deze video begon, dacht ik, laat die studenten dan überhaupt niet hier naartoe komen, weiger ze gewoon. Want to study in the Netherlands? Kenny. Maar weigeren? Dat kan dus niet. Tenminste, niet de studenten uit de EER, de Europese Economische Ruimte. Dat is de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarvoor geldt vrije toegang tot het onderwijs. Komt erop neer, die studenten hebben hier dezelfde rechten als de studenten uit eigen land. Wat mensen zich niet realiseren is dat wij internationale studenten niet mogen weigeren.
hoeveel het er ook zijn. Zelfde onderwijs, zelfde regels, zodat ook jij overal kan studeren. Dus je mag wel zeggen, we willen een maximaal aantal studenten op deze opleiding, een numerus fixus. Maar wat niet mag, is zeggen, we willen een maximum x aantal internationale studenten. Als je die wil loten of weren, dan kan dat niet, want je moet het voor iedereen hetzelfde houden. En voor Nederlandse studenten wil je het onderwijs open houden. Het zit muur en muur vast. En daarom zeggen onderwijsinstellingen nu tegen de minister, help ons. Wij willen een stop kunnen zetten op de Engelstalige opleidingsvariant. Dan kunnen wij een Nederlandse variant onbeperkt openhouden. En op die manier kunnen wij een goede balans hebben tussen Nederlandse en internationale studenten. Maar dat mag dus niet volgens het Europese recht. Dus de druk om binnen de Nederlandse wet internationale studenten te kunnen weren neemt toe. Dat zijn die instrumenten voor onderwijsinstellingen. Er lag een wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat iets meer mogelijk zou maken. Maar die is in juni on hold gezet door minister Dijkgraaf van Onderwijs. Hij zegt dat hij nog wat meer tijd nodig heeft om ernaar te kijken. Er zijn ideeën over instrumenten, maar ik voel de instrumenten die we nu in kaart hebben, die zijn eigenlijk nog niet stevig genoeg. En het ministerie zegt ook, ja, universiteiten, jullie kunnen ook wat minder opleidingen in het Engels aanbieden, zodat het hier wat minder aantrekkelijk wordt. En daar zijn dus inderdaad behoorlijk wat argumenten voor te geven, want het is hartstikke vol. Aan de andere kant, we willen als Nederland wel mee blijven doen. Dus wij zijn benieuwd, wat vindt en merk jij hiervan? Drop het hieronder in de comments. Wij houden dit onderwerp komende tijd in ieder geval zeker in de gaten. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende.